Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 45 in Engeland. Heb jij aflevering 44 in Oostenrijk gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje, klik erop en zie je die video verschijnen. Ben je nu mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. De vorige wedstrijd verliep dus extreem goed. We waren dus alweer eerste geworden. Laten we hopen dat we deze lijn weer door kunnen zetten in de Grote Prijs van Engeland. Daar gaan we dan voor de kwalificatie. De Grote Prijs van Engeland is dus aangebroken, maar eerst de kwalificatie. En daar zijn we dan dus. Ik verwacht er hopelijk toch iets moois van te maken. Tijdens de vrije trainingen had ik wat moeite met de baan. En ik verwacht ook dat ik het moeilijk ga hebben tijdens de kwalificatie. Dan schieten we daar al een klein beetje door. En gaan we wat tijd, denk ik, inleveren. En wij komen dan op een P2 terecht op 2/10 van Lewis Hamilton. Dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. En zoals jullie kunnen zien, gaan wij proberen om op die medium banden door te komen. We gaan dan een andere strategie doen dan de rest. Kijken of dat ook zo lukt. Ik verwacht wel een bloedsnelle George Russell. Hij rijdt hier zijn thuiswedstrijd dus alweer. En misschien kan hij voor de pole position gaan. Misschien ook niet. We zien wel. Einde van Q2. Dit rondje dan van Q2. En we komen op een P5 terecht en dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3 op die medium banden. En kijken of wij ook de pole kunnen halen. Hopelijk dat het ook zo lukt. Het geeft ook niet als het niet zo lukt, want we hebben nog George Russell. De versnellingsbak ziet er wat beschadigd uit, maar die kunnen we niet meer wisselen vanwege de Park Fermé regels. We schieten daar ook gelijk door en hebben een track limits waarschuwing aan onze broek gekregen. Albon met een 1.26.1 zet de snelste tijd neer. En wij komen op een P3 terecht op 3/10 van Lewis Hamilton. Russell is dus naar de pole gegaan. En kijken waar wij zo meteen staan. Met nog 1 minuut en 39 seconden op de klok ongeveer. P4. Hamilton naar 2, Bottas naar 3. Norris doet het goed op een P5. Paars in sector 1. Groen in sector 2 krijgen een track limits waarschuwing. En schieten hier een klein beetje door. Verpesten daarmee onze exit. Maar wij komen tot een P2 van Lewis Hamilton op een 10e. Interessant om dat zo te zien. Russell naar P3. Maar hij verbetert zich. Russell pakt de pole position. Zijn tweede van seizoen 4. 37.000 daarachter Lewis Hamilton. Een Brit op 1 en 2. En wij dus op P3 doen we goed. We hebben een andere strategie dan de rest. We rijden dus op een compound harder in het begin. Misschien kunnen we naar P2 gaan. Misschien naar de winst. We zien het wel voor de Grote Prijs van Engeland voor carrièreaflevering 45. Once again then to the home of British motorsport and the birthplace of the Formula One World Championship. It's race day here at Silverstone and it's time for the British Grand Prix. The 3.6-mile long Silverstone circuit is one of the longest of the season, with 18 corners in the current layout. With average lap speeds reaching around 145 miles per hour, it's also one of the quickest tracks of the year. Watch out for cars taking the right-handers of Abbey and Copse flat out. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. George Russell did very well in qualifying yesterday and will start today's race from pole position. And it's Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have the Professor, Bottas, Lando Norris and Leclerc, Perez, Ocon, Verstappen and Alexander Albon, Vettel, Sainz,
Daniel Kvyat and Stroll, Gasly, Delatraz, Nicholas Latifi and Nick De Vries, Magnussen, Grosjean, Giovinazzi and Nobuharu Matsushita. Now, it's almost time for lights out, so let's After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Momentum moeten we dus meenemen naar deze grote prijs. We starten dus vanaf P3, Russell vanaf pole position. Wij rijden dus op een andere band dan de rest van het veld. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 45 in Silverstone, Engeland. De grote prijs gaat dus beginnen. Wij dus vanaf P3, want de lampen gaan aan voor de grote prijs van Engeland van My Team Career Mode aflevering 45. En we zijn onderweg en we komen beter weg dan Lewis Hamilton. Knijpen hem al gelijk af. En daar is een touché tussen de beide Mercedes'en. Die verliezen al gelijk hun beide voorvleugelen. Die moeten dus een nieuwe neus gaan halen. Drama voor Mercedes bij deze start. Dit is niet wat het team uit Brackley wil. En Hamilton kan denk ik zijn thuisoverwinning wel vergeten. Die gaat de prullenbak in, want hij moet een nieuwe neus halen. Hetzelfde geldt voor Valtteri Bottas. En wij leiden een 1-2'tje voor het team. George Russell naar P1. Dat doet hij extreem goed. Heeft de leiding gewoon behouden. En wij dus naar P2 hebben een plekje gewonnen aan Lewis Hamilton. De gearbox is 64%. Dat redt hij gewoon nog, hoop ik. En Russell rijdt al gewoon van ons weg. Het gat is 1,2 seconden. Dat komt ook omdat wij op een hardere compound rijden. En ook omdat de auto hiervoor niet echt geschikt is. Tenminste, ik kan niet zo goed op dit circuit rijden. Maar goed, een 1-2'tje, meer dan welkom. Het maakt niet uit in welke volgorde we finishen. Als we maar een 1-2'tje halen, dat is het belangrijkste. Duikt Lewis Hamilton naar binnen? Ja, Lewis Hamilton duikt naar binnen. En ook Valtteri Bottas duikt naar binnen. Terwijl George Russell een 1.30.272 laat noteren. Mercedes met een dubbele pitstop. Die gaan daar extra pijn van krijgen. Ronde nummer 5 is het. En wij dus nog steeds naar P2. Lando Norris heeft dat snelste race rondepunt afgepakt. En de beide Mercedes'en rijden stijf achteraan. Die hebben tot nu toe geen punten op hun naam staan als het zo eindigt. En dat is alleen maar goed voor ons, want Mercedes is onze geduchte concurrent. Ronde nummer 8 is het inmiddels. En Lando Norris komt wat dichterbij. We maken een klein foutje. En Norris ziet dat. Profiteert? Nee, want hij rijdt tegen ons aan. Heeft een vol vleugelschade, maar gaat ons wel voorbij. Moet volgens mij de pitlane induiken. Wij kunnen niet terug aanvallen. En Norris duikt de pitstraat ook in. Jeff adviseerde om hard te pushen, want we moeten die plek gaan terughalen. Maar het is nou eenmaal gelukt. Omdat Lando Norris een nieuwe neus moet gaan halen. Dat is jammer voor hem. Voordelig voor ons. Weer een concurrent minder. Zo denk ik alleen maar. Maken een foutje hier, want Charles Leclerc zet ons onder druk. Probeert hij naar die buitenkant te kijken, maar wij verdedigen hier die binnenkant en kan niet aanvallen. Maar komt wel in de DRS-zone. Charles Leclerc zit net te ver weg. Het gat naar George Russell is 10,5 seconden. Dat is enorm groot. En we zitten nog maar in ronde nummer 9 van de wedstrijd. Ik denk dat George Russell hem gewoon gaat winnen. Eerst focussen op deze wedstrijd. Sorry, op deze strijd voor P2. Want Charles Leclerc zit weer bij ons te kijken. Zit in de DRS-zone. Sorry, gaat zometeen in de DRS-zone zitten. En ik verwacht dat Charles Leclerc hier dan misschien een aanval waagt. Dat doet hij hier ook aan die buitenkant. Wij maken een foutje. We pesten daarmee onze exit. En Charles Leclerc kijkt niet. Nee, Charles Leclerc kijkt niet. Oké, ik had verwacht van wel. Probeert het hier dan? Nee, want hij komt net te kort.
Russell heeft een voorsprong van 11,2 seconden op ons. Dat gat wordt alleen maar groter en groter. We gaan ronde nummer 10 alweer in. Leclerc kijkt naar die buitenkant. Maar hij heeft niet de bal om te laten staan. Beide nog steeds naar P2. Perez naar P4. Ocon naar P5. En nog steeds rijdt een Mercedes stijf achteraan. En Norris rijdt dus ook helemaal achteraan. Dat is, ja, jammer. Nou, niet echt jammer, dat is gewoon goed. Want, ja, dat betekent gewoon een paar concurrenten minder in de strijd om het WK. Charles Leclerc gaat er weer voor zitten voor een nieuwe aanval in ronde nummer 10. Er zijn nog 16 ronden te gaan in de wedstrijd. Het schiet al lekker op. We maken een klein foutje, rijden op het gas, verliezen die auto bijna. En we duwen daar per ongeluk Charles Leclerc gewoon op het gas. Excuses Charles Leclerc. Terwijl George Russell naar binnen is gedoken. Leclerc op het gras staat daar nog stil. En rijdt weer. Mijn fout, sorry Charles Leclerc. Ik verloor daar de auto. En jij was daar gewoon net op het goede moment om de auto van ons weer te redden. Maar ja, zo zie je maar. Het gebeurt nou eenmaal. Helaas, pindakaas, George Russell is naar binnen gedoken. Dat krijg ik nu ook ter bevestiging van Jeff de Engineer. In ronde nummer 16, nog 10 ronden te gaan. En wij duiken naar binnen. Sorry, wij gaan naar binnen duiken voor onze laatste pitstop. Gat naar George Russell is 8,8 seconden. Dat gat wordt denk ik alleen maar groter en groter. Maar we hebben wel voldoende voorsprong op Lando Norris, hoop ik. Het gat is 27,3 seconden. En we duiken naar binnen. Voor de soft banden, want er zijn nog maar 10 ronden te gaan. De auto krijgt maar net genoeg afgeremd. Gelukkig maar. En George Russell gaat die leiding overnemen van ons. Komt nu bij de laatste bocht aan. En wij zitten in ronde nummer 17. Maar Russell passeert ons nu en is er voorbij. Dan is de vraag, waar komen wij terecht? Komen wij voor of achter Lando Norris terecht? Goeie pitstop, 2,6 seconden. Ik denk dat we net achter de Brit eindigen. Wordt het spannend? Nee, want Norris is ons al gepasseerd. En wij komen terug op P3 in de wedstrijd. In ronde nummer 17. Er zijn nog 9 ronden te gaan. En we gaan gelijk pushen om naar Lando Norris toe te rijden. Voor een aanval voor P2. Ronde nummer 18 is het inmiddels. En daar kijken we aan die binnenkant een late inhaalactie op de Brit. P2 is van ons, maar Lando Norris geeft zich nog niet gewonnen. Geeft ook nog niet op, dat wou ik eigenlijk zeggen. Maar dit keer is het helaas game over voor de Brit, want wij pakken P2 van hem af. In ronde nummer 18, er zijn nog 8 ronden te gaan. En we zetten paars in sector 1 neer. Een tiende sneller dan onze beste tijd. Gat naar George Russell is 18,7 seconden. Dat kunnen we niet meer dichtrijden, denk ik. Dus ik ga ervan uit dat George Russell de wedstrijd gaat winnen in ronde nummer 19. En wij zetten de snelste raceronde neer met een 1.26.9. Ronde nummer 20 is het. En Louis de Letras is uitgevallen in de wedstrijd. Staat daar stil. Bij opkomen sector 2 is het. Gele vlag, brengt dat een virtual safety car op? Ik hoop van wel. Maar ik denk van niet. Het gat naar George Russell is 19,4 seconden. Daar kijkt Lando Norris.
voor een aanval voor P2. Maar wij remmen wat later dan de Brit. Laten hem hier staan. En P2 is nog steeds van ons. Dat naar Russell is opgelopen naar 20,9 seconden. En we zitten in ronde nummer 22 van de wedstrijd. We gaan zo meteen alweer de laatste ronde in. De laatste paar ronden in. Maar eerst deze strijd met Lando Norris zien te voltooien. Want hij zit daar aan die buitenkant. Maar wij knijpen hem daar af. En hij kan niet aanvallen daar. Probeert het hier dan misschien? Nee, want hij kan nergens naartoe. In ronde nummer 22 schiet er een klein beetje door. Maar dat heeft geen ernstige gevolgen voor ons. Dus dat is alleen maar goed. We zitten in ronde nummer 23 van de wedstrijd. Nog 4 ronden te gaan, inclusief deze. En Russell heeft gewoon een voorsprong van 22,3 seconden. Dat is gewoon extreem groot. En hij gaat die wedstrijd gewoon binnen hengelen voor het team. Daar zit dan Lando Norris. Doet dat heel gewaagd. Maar wij laten hem daar niet leven. We gooien de deur gewoon dicht. En Norris is gespind. Maar rijdt weer. Ah. Goed gered. Goed gedaan, Norris. Dat is knap. Vind ik. P2 is en blijft van ons. Dat is een statement die we maken. We zitten in ronde nummer 24. Als daar een gele vlag wordt gezwaaid. Begin sector 3. Daar rijdt een Alfa Tauri stil. Is dat Danny Kvyat? Dat is Danny Kvyat. En hij moet de strijd staken hier in Engeland. Twee uitvallers dus. Danny Kvyat en Louis de Letras. En Hamilton rijdt op P11. Volgens mij, als ik dat goed zeg. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd alweer. Russell heeft gewoon een voorsprong van 27,1 seconden voorsprong. Jezus, ik zei het twee keer. Russell heeft een voorsprong van 27,4 seconden. Hoppata. Daar heb je de zin. Nu is hij goed. Zijn jullie blij? Ik denk het wel. We kunnen dat snelste racepunt niet meer van hem afpakken. Want we komen 97.000ste tekort op onze eigen tijd. Dus ik denk dat George Russell hier de volledige score gaat pakken. Dat geeft niks, want zo pakken we dan de volledige score voor ons team. Dat is alleen maar goed. Want zo hoort het. Teamwork makes dream work. Is het gezegde. En dat hebben we vandaag gewoon gedaan. Russell verbetert dat snelste raceronde. Wij snijden gewoon een bocht af, maar krijgen er geen waarschuwing voor. 16e langzamer. En daar komen we dan bij de laatste paar bochten aan. Van P3 naar P2. Doen we goed. Geprofiteerd bij de start. Wat ruwe gevechten gehouden. Maar goed, zo hoort het nou eenmaal. Wij pakken dus een 1-2'tje voor Schaven Racing. En we gaan ons opmaken voor de grote prijs van België. A hard-fought win today then, after a very difficult race. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. The driver.
George Russell wint dus zijn thuiswedstrijd. Wij maken het feestje compleet, want finishen als P2 voor het team. Goed gedaan, een 1-2 voor Straten Racing. Lando Norris naar P3, Carlos Sainz naar P4. En de Letras uitgevallen. 81 punten verschil naar George Russell. Maar hij pakt wel Valtteri Bottas. 152 punten verschil naar Mercedes. Dus dat doen we extreem goed. Maar goed, dit was dus deze aflevering, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon dan vooral met een like. Ben je nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Grimmel content. Schakel ook lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Grimmel. Ga verder in België.